De reuzen die tegen een beetje regen kunnen, halen hun beste danspasjes boven voor de bezoekers. In de stokerij van Rubens staan er 27 reuzen uitgestald. Het land van Dendermonde telt er meer dan 120, maar die konden niet allemaal komen. Denk maar aan het Rosbeiaard en de Gildereuzen. Toch schrikt dat de bezoekers niet af. Bij mij is vooral nostalgie, omdat mijn grootouders hebben hier altijd direct over gewoond. Dus ja, van kind af aan heb ik elk jaar opnieuw de reuzen zien uitgaan. Dus dat was altijd iets waar we naar uitkeken. En gans de buurt die dan... Omdat ze heel groot zijn en sommige zijn heel grappig. En ze zijn heel mooi gemaakt. Mijn vader doet dat al 30 jaar, is hij reuzendrager. En mijn twee broers zijn ook reuzendrager van Wetteren. Dus daardoor kindjes een beetje bijsturen. Hè. De reuzen die hier staan hebben niet alleen een geschiedenis, maar ook een eigen identiteit. En dat wordt nauwgezet nageleefd. Zo zijn de Wetterse reuzen Miel en Tavia beide single. Tavia is namelijk een oude jonkheid. Miel en Tavia mogen niet huwen. Dus, met andere woorden, wij kunnen ook geen kleine reusjes maken. Het is best zo, want er zijn al weinig reuzendragers. En hoe meer reuzen je hebt, hoe meer dragers dan je moet hebben. Daarmee geen kleine reusjes bij ons. Maar dat heeft ook zijn voordelen. Veel mensen zijn wel enthousiast als de reuzen buiten komen, maar als het gaat om effectief zich te engageren voor het dragen van een reus en dergelijke, merken we toch dat veel verenigingen het moeilijk hebben. En wij denken dat in een evenement zoals dit, dat inderdaad wel jong en een breed publiek kan aanspreken en dat het op die manier mogelijk ook voor de verenigingen nieuwe leden oplevert. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, moest dat het resultaat zijn van deze dag.